Nou Dimitri, dit is voor jou en net als voor mij de allereerste keer in Bulgarije. Met welke verwachtingen ging je naar deze bestemming? Ja, ik had verwachtingen. Je gaat naar het land aan de Zwarte Zee en dan kom je aan. En de Zwarte Zee, ja, dan heb je dan niet altijd een goed beeld bij. En dan kom je in en zie je gewoon een hele heldere, mooie zee, langzaam aflopend. Dus dat is al het eerste wat niet overeenkomt met mijn verwachtingen. Nou, daarna had ik het idee, ja, hoe ziet de toeristische infrastructuur hier nou eigenlijk uit? Ja, die is eigenlijk meer ontwikkeld dan ik dacht. En dat is ook niet zo gek, hè, want dit is natuurlijk een bestemming geweest die in het verleden al best wel groot is geweest met veel Nederlandse gasten. Misschien nu wat minder. Hè? Je ziet dat de laatste tijd dat men toch met name Turkije, Griekenland en Spanje op het menukaart heeft staan. De Nederlandse strandzoeker. Maar ja, als je dan hier bent, denk je, ja, dit is wel een heel mooi alternatief. Goede accommodaties, genoeg mogelijkheden. Dus wat dat betreft was het eigenlijk weer iets wat niet overeenkwam met mijn verwachtingen. En eigenlijk veel beter was dan ik had verwacht. Kijk, je noemt goede accommodaties. Kan je wat meer vertellen over misschien ook het eigen TUI-aanbod wat jullie hier hebben? Ja, zeker. We hebben hier een TUI Blue Hotel. Dat hebben we ook, die hebben we ook bezocht met de studiereisgroep. En ook een verrassend leuke TUI Suneo. Waar de reizigenten heel enthousiast over waren. Als een perfecte kleinschalige accommodatie. En toch redelijk in het centrum van Sunny Beach. Dus het vertieren op loopafstand. Dus dat is het aanbod dat we hier nu hebben. Naast natuurlijk heel veel andere accommodaties die we aanbieden. Kijk, ik denk bij Sunny Beach gelijk aan feestende jongeren. Maar ik zie ook heel veel gezinnen rondlopen en stelletjes. Is er een bepaald type toeristen wat hier naartoe gaat? Jazeker. Hier komen inderdaad feestvierende jongeren. Ja, die gaan dan met name naar Sunny Beach toe. Maar aan de rand van Sunny Beach, maar ook in een aantal bestemmingen, een aantal plaatsen rondom Sunny Beach, heb je ook meer hotels voor degenen die rust zoeken, misschien stelletjes. Maar ook genoeg accommodaties met glijbanen. Dus ook voor de gezinnen is hier genoeg te doen. Dus het is eigenlijk voor een breder publiek dan je zou verwachten. Dus ook weer zo'n vooroordeel. Het is niet alleen voor jongeren. Nee, het is afhankelijk van de accommodatie die je uitzoekt. Kan het juist ook voor stelletjes of voor gezinnen juist heel interessant zijn. En niet onbelangrijk. Het prijsspel is hier bijzonder aantrekkelijk. En dat heeft me wel verrast. Er zijn denk ik weinig landen in Europa waar je tegen dit soort prijzen kan gaan uiteten. Een drankje drinken. En ook trouwens de arrangementsprijzen zijn natuurlijk bijzonder scherp geprijsd. Als je dat vergelijkt met andere bestemmingen in Zuid-Europa. Top. Nou, we hebben veel gezien de afgelopen dagen. Wat springt er voor jou uit? Ik vond het vooral heel relaxed. Ik had bij aankomst gelijk al een vakantiegevoel te pakken. En natuurlijk, je bent op studiereis, dus je gaat accommodaties bezoeken. Je bent met elkaar bezig, je probeert een bestemming te leren kennen. Maar er hing hier een hele relaxte sfeer. En dat hebben we nu 3 dagen, want zo lang heeft de studiereis geduurd. Hebben we gewoon 3 dagen lang gewoon een hele relaxte sfeer ervaren. En het voelde echt als een soort van vakantie, ook al was het natuurlijk een studiereis. Dank u wel. Graag gedaan.